Oh, oh. Ja, blijft u staan, blijft u staan. We hebben weer een verrassing voor u. Verdere introductie bijna overbodig. Hij schreef de prooi Drama Ahold, oftewel Jeroen Smit. Leuk kennis te maken. Hi Jeroen. Hi Marjan. Ja, spijt me, geen Humberto Tan. Nee, maar nou ja, ik moet zeggen. Ja. Prima hoor. Kan je ermee leven? Kan ermee leven, ja. Oké, dat geeft de burger moed. Ik wil ook graag een compliment maken. U bent de vrouw van Shell zegt sorry. Top? Komt het uit je koker? Rondom de gasdiscussie een paar maanden terug. Shell zegt sorry. Dat vond ik hartverwarmend en ook heel nieuw. U straalt het ook uit op allerlei plekken. Ik ontferm me over meer dan. Het kan bijna niet anders dan dat u van Shell houdt. Houdt u van Shell? Nou, ik werk nu 27 jaar. Uw hele leven? Mijn hele werkende leven, ja? Bij Shell. Ik denk dat ik best kritisch ben. Ik ben er ook kritisch ingestapt toen, ja, ik ging werken. En ik heb echt de indruk dat het een bedrijf is waar ik, maar waar we eigenlijk met z'n allen heel erg trots op kunnen zijn. Ik heb dat zo ervaren. Er is het liefde? Er is teamwork, er is inzet, er is... Ja, dus ik denk dat... Ja, ik vind het echt een fijn bedrijf. Anders had ik ook niet zo lang gewerkt. U bent zelfs getrouwd met de Shell-man. Ja, mijn man kende ik al. Dat was iets anders dan de intro. Mijn man kende ik al op de universiteit. Ja, hoor. Dus ook bij Shell werken. Niet, ja, maar gaat, ja, ook bij Shell werken. Het is heel handig als je samen, okay, een internationale carrière wil, dat je dat probleem bij je werkgever hebt. Maar waarom zegt u niet gewoon dat u van Shell houdt? Nou, dat wil je dat heel graag horen? Nou ja, dat jouw opdracht? Ik heb wat in u verdiept en u bent er zo... Nou ja, dat is niet mijn opdracht. Nee, maar ik merk gewoon die passie, uw gedrevenheid. Daar spreekt liefde uit, ook voor dat bedrijf. Ik ben er trots op, ja. En ik hou... Ja, of je daar nou woorden van houdt... U heeft een intensieve relatie. U heeft een intensieve relatie mee. Een glaasje water trouwens. U heeft een intensieve relatie in ieder geval met Shell. Heeft u trouwens ooit een scheiding overwogen? Scheiding overwogen? En iets anders te gaan doen? Nou, wat ik zei toen ik bij Shell kwam werken, was dat zeker... En dat hebben alle jonge mensen, hè, van je weet nog niet precies wat je wil, waar je terechtkomt. Maar ik wist nog niet zeker of dat bedrijf bij mij zou passen. Okay. En dat is dus wel gegroeid door het werken en door het ontmoeten van al die collega's, werken op al die verschillende projecten, op, ja, raffinaderijen in het buitenland. En dan merk je... Er is een cultuur, een manier van aanpakken, die is gewoon, vind ik, integer. Het klinkt misschien een beetje, ja, overdreven, maar we willen echt een force for good zijn. Mensen zijn gedreven. Een force for good. Mensen zijn gedreven, ja, en daar hou ik wel van. Je moet ergens naar op weg zijn. Ja, en toch moet het dan pijn doen dat de force for good, dat een beetje verleden tijd is. Ik sprak een half jaar geleden met Ben van Beurden. Dat is uw baas. Die maakt zich hier hele grote zorgen over. Shell dreigt in het kamp van de kwaadwillenden terecht te komen. Herkent u dat? Ja, dus dit gaat over... Perceptie, imago. En media en imago, ja, ja, versus, nee, over realiteit. Herkent u, hè, als ik, nee, dat, maar herkent als ik u, dat, deelt u die zorg? Niet intern, hè, dus wat ik zeg, ik ben nog steeds heel... trots op het bedrijf. Er is zoveel gaande. Wij zijn zo druk en fijn bezig. En het bubbelt. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Nee, dat is prima. Ik hoop dat ik gewoon je vraag goed interpreteer. Daar maak ik me geen zorgen over. Dat gaat echt lekker. Ik merk wel dat zo'n groot bedrijf als Shell natuurlijk ontzettend veel emoties oproept. Vragen oproept. En dat mensen daar heel kritisch op kunnen zijn. Is het nog leuk om op een verjaardagsfeest te vertellen dat je bij Shell werkt? Ja, ik heb daar nog geen moeite mee. Nee, er komen wel, u heeft gelijk, daar komen natuurlijk heel veel vragen. Want men leest over, ja, maar ik hoor dit zeggen of ik hoor, ja, dat zeggen. Dus we zullen ook heel goed moeten uitleggen, ja, waar we mee bezig zijn. Maar er is een verschil tussen perceptie en wat mensen horen, ja, en wat er werkelijk aan de hand is. Ja. Ja. Nou, waar gaat het om in de wereld? Gelijk hebben of gelijk krijgen? Nou, weet je, ik zat toevallig van de week dat Nieuwsuur
interview van Ben Veringa te bekijken. Ah, ik dacht dat nieuwsinterview nog even terug te kijken van Ben van Beurden. Maar goed, ga door. Ja, Ben Veringa. Nee, van Ben Veringa. Ja. Jij vroeg gelijk hebben of gelijk krijgen. Ja, ja. En dat was daar Ben Veringa, Nobelprijswinnaar. Ja. De Nobelprijswinnaar, scheikunde gestudeerd, bij Shell gewerkt. Ja. En wij sponsoren zijn onderzoek ook nog. Dus was geïnteresseerd wat hij te zeggen had. Hem wordt de vraag gesteld van, je bent een echte wetenschapper, maar er zijn heel veel mensen die meningen hebben dat de wetenschap er niet toe doet. Hè. Er waren mensen die zeiden van, nou, evolutietheorie, die deugt niet. Trump die zei, klimaat gaat gewoon zo heen en weer en er is niet echt een zorg. En hij was terecht geschrokken en zelfs opgewonden dat hij zei, juist maar waar het om gaat zijn feiten. Okay. Waar het om gaat is de waarheid. En als wij niet vanuit feiten zoeken, expertise neerzetten, de toekomst drijven, hij zei, dan weet ik niet welk model we hebben. En ik ben natuurlijk toch technisch onderlegd. Dus ik hang aan data, ik hang aan ratio. Ja, en toch heb ik het gevoel, dat vind ik knap, dat u ook begrijpt dat het over gelijk krijgen gaat. En daar komt Sociaal zegt sorry vandaan, denk ik. Klopt dat? We moeten op een gegeven moment ook aan de samenleving erkennen dat er in de samenleving iets zit. Wat ons misschien niet begrijpt, maar wat in ieder geval ook boos op ons is. Van Beurden zegt letterlijk, als een popster iets roept over olieindustrie zijn de boeven, dan wordt die sneller geloofd en meer geloofd dan die 9000 slimme ingenieurs van Shell. En dat kan je wegwuiven, maar dat is de realiteit. En dat zorgt voor een probleem. Dat zorgt ervoor dat straks de beste mensen niet meer bij Shell willen werken. Ja, dus als ik je vraag zo interpreteer, van is reputatie belangrijk en is dat uitleggen belangrijk, ben ik het helemaal met je eens. En die reputatie die is langzaam maar zeker zeer snel aan het verslechteren. Nou, de reputatie is nog steeds goed. Hè? Shell heeft nog steeds een van de beste imago's volgens het onderzoek van MT500 vorig jaar. Ja, We zijn nog steeds de nummer één werkgever onder MBO, HBO en universiteiten. Maar er zijn veel vragen, er is veel kritiek, dat snap ik. En ik vind dat ook niet erg. Daar moeten we ook de discussie aan gaan en dat moeten we ook vertellen. Ik denk niet dat wij een bedrijf zijn die dingen gaan roepen vanwege imago. Het gaat hier niet over imago oppoetsen. Het gaat hier over de juiste dingen doen. Mm-hmm. Maar wel vanuit feiten en wat wij zien als expertise. Wij zijn gewoon een heel groot energiebedrijf. Er werken heel veel slimme mensen dag in dag uit om dit te doen, om dat beter te gaan delen en te zeggen, joh, dit is wat wij zien, dit is wat wij willen. Ja. En ik denk dat we eerlijk gezegd met heel veel mensen die vragen stellen, de agenda delen, dat vind ik het leuke. Die mensen die willen iets van ons en wij willen dat ook. Wat is uw grootste zorg als het gaat over Shell? Zorg voor Shell. Nou, er zijn een paar grote spanningsvelden, de omslag naar duurzaamheid, de discussie met de aandeelhouders. Er staat een enorme druk op het in de kamp van de kwaadwillenden langzaam maar zeker terechtkomen met alle risico's van die reputatie. Wat is uw grootste zorg? Ik heb eerlijk gezegd, ik heb daar niet zo'n grote zorgen over. Ik denk wat onze grootste opgave is om mensen mee te gaan krijgen, om goed te kunnen gaan samenwerken. Mensen binnen Shell? Nee, daarbuiten. Binnen Shell zijn we al heel lang bezig met genoeg energie te brengen. Hè, naar iedereen. Is er niks mis met de cultuur van Shell? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk een bedrijf voornamelijk techneuten. Ja, gelijk hebben. Dan komen we weer terug op ratio, vanuit data kijken. Ja. U wordt er gek van die mensen, of niet? Nee, ik ben er zelf een van. Ja, weet ik wel, maar u vertegenwoordigt die andere kant. U zegt, jongens, ga nou eens empathisch zijn, ga nou eens luisteren. Nee, ik denk dat het gaat over dat wij zeker in de discussies waar u op doelt, wij zien, dit kunnen wij niet alleen. Wij zijn zeker een speler. Wij willen daar actief in zijn, maar dit lossen wij niet alleen op. Dus hoe nemen wij al die spelers mee om samen daar je schouders onder te zetten? Je wil daar laten zien dat het je serieus is, maar je wil ook laten zien dat je dit niet alleen op kan lossen. Ja. En daar zullen wij onze aandacht op moeten richten. Kunnen ingenieurs dat? Kunnen al die razend slimme, oplossingsgerichte ingenieurs, kunnen die dat wel? Begrijpen die dat wel? Dat ze af en toe hun mond moeten houden, moeten gaan luisteren? Ja, ik denk dat het. We doen ons best. Ik doe mijn best. Ik zit hier. En nee, maar dat maakt u exceptioneel. Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik geloof dat er echt wel veel mensen zijn die hiermee bezig zijn. We werken ook veel natuurlijk. We werken nooit in een cocon. Wij werken met partners. Maar wat zou u willen dat er verandert? Wat kan er verbeteren? Wat is uw inzet voor de komende paar jaar in deze rol?
Nou, mijn inzet zit vooral op dat stukje samenwerken. Hè, dus in Nederland om te zeggen van de ambities moeten hoger. Ik vind dat we echt veel meer in Nederland kunnen doen op het gebied van energie. Ja. Het is mogelijk. Heel veel mensen zeggen van ja, technisch moeilijk of is er genoeg geld. Daar is heel veel aan gestudeerd. Daar hebben we veel over gesproken. Het kan. Ja. Dat zegt McKinsey, dat zeggen anderen. Planbureau voor de Leefomgeving. En wat ik wil is dat we daar dan met z'n allen ook de schouders onder gaan zetten. En zeggen, kom op jongens, als het kan, waarom doen we dat dan niet? We kunnen polderen in Nederland. Okay. Wij kunnen dit. Kom maar op. Mooie laatste woorden. Jeroen Smit, dames en heren. Dankjewel, Jeroen. Ja, tot ziens. Dankjewel. Moet ik daar? Je moet daar blijven. Nee, jij moet weer. Nee. Ja, en als derde gast hebben we iemand, een oud Greenpeace-activist. Heeft ooit bijna bij u gesolliciteerd. Het is iets anders gelopen, misschien herkent u hem.